zo lekker. Super leuk dat je kijkt naar deze Action Shop vlog. Ik ben Sabrina en je kunt me kennen van mijn YouTube kanaal Sabrina Poetri of van mijn Instagram. Ik heb zoveel leuks gezien. Interieur dingen, beauty dingen, hebben dingetjes. Dus mocht je benieuwd zijn wat ik allemaal ga kopen, doe vooral dat duimpje omhoog en laten we maar snel gaan beginnen. Ik sta nu voor de Action en ik heb echt super veel zin om lekker rond te gaan kijken. Ik denk dat ik voornamelijk mezelf ga focussen op interieur dingen. Misschien beauty en allemaal leuke hebberingjes. Ik laat me gewoon verrassen, dus laten we maar snel naar binnen gaan. Vroeger had ik echt een zwak voor alle creatieve dingen, zoals dit. Oh, het is zo satisfying, mooi neergelegd hier. Oh. Maar ja, ik ben niet meer zo creabea. Maar ik vind het altijd wel leuk om in het creatieve hoekje te kijken van de Action. Nou, mocht je van verven houden? Dit is echt heel nice. Oh, deze kleuren zijn ook wel echt mijn lievelings. Oh, ik heb echt een washi tape verslaving. Dus ik ga sowieso hier even kijken. Dit is een archiefdoos. Heel erg schattig. Dit allemaal. Ik wil het allemaal hebben. Hoe handig is dit? Nou, mijn kijkers weten dat ik een obsessie heb voor notitieboekjes. En eigenlijk moet ik hiervan afblijven. Maar toch kan ik het even niet laten om er doorheen te kijken. Ik zie al een boekje die ik heel cute vind. Het is gewoon heel minimalistisch. Daar hou ik van. Even bij de fotolijstjes kijken. Ik zie hier gelijk een fotolijst met een quote. En ik denk, nou, je hoeft niet eens een fotootje erin te doen. En hij is al leuk. Ik ben op dit moment helemaal weg van natuurlijke tinten. Dus alles wat een beetje een bruine tint heeft, vind ik al automatisch leuk. Maar je hebt ook nog andere kleuren. Dus eigenlijk heb je voor ieder wat wils. En natuurlijk kan ik het niet laten om in de beauty corner te koekeloeren. Toevallig heb ik nog een beauty blender nodig. Dus we gaan voor deze of dit. Dan heb je lekker een voorraad. Ik weet het nog niet. Dit is toch een partijtje schattig. Het is een handcreme, maar ik voel me zo erg aangetrokken tot het schattige printje. Niet dat ik per se een handcreme nodig heb, maar het komt altijd van pas. Dus ik denk dat ik een van deze twee ga nemen. Welke weet ik nog niet. Ik vind ze allebei schattig. Dit is zo ontzettend moeilijk. Het is allebei schattig, maar welke zouden jullie kiezen? De roze of de gele? En natuurlijk heeft de Action oneindig veel eten en drinken. Dus natuurlijk moeten we eventjes kijken wat voor lekkers ze allemaal hebben. Want ik heb best wel een kleine trek. Dit is zo'n partijtje schattig. Ik ben hier heel erg benieuwd naar of het anders is. Ja, de kleuren. Maar ik denk niet dat het veel anders maakt dan normale Smarties. Hier heb je trouwens wel normale Smarties staan. We doen het gewoon. We nemen het gewoon lekker mee. Laten we als eerst met dit item beginnen. Dit is een vaas met een houder. Hij is super mooi. Je kan hier bloemen in doen of een plant of gewoon andere random dingen. Maar ik vind hem zo prachtig. We gaan even kijken hoeveel deze kostte. €3,99. Dan hebben we hier een metalen spiegelbakje. Je kan het als spiegel gebruiken. Maar je kan het ook als sieradenbakje doen. Ik denk dat ik het daarvoor ga gebruiken. Ja, dit is echt heel leuk. En deze was €1,99. Ze hadden ook nog andere varianten. Groter, misschien ook kleiner. Weet ik niet meer zo goed. En die waren natuurlijk iets duurder. Maar qua prijs viel het helemaal mee. We hebben hier een make-up tasje. Vond deze heel erg leuk. Dat zag je net al in het voorstukje. Ik denk dat ik hier mijn make-upjes in ga doen als ik naar school ga of onderweg ben. Het is echt een perfect formaat. En de prijs van dit item was €1,95. Om in het velvet thema te blijven, hebben we hier een velvet tray. En ik heb al een idee wat ik hiermee ga doen. In mijn kamer, naast mijn bed, eigenlijk mijn nachtkastje, heb ik een la waar allemaal handige dingetjes in liggen. En ik vind het gewoon heel satisfying als dat heel georganiseerd is. En deze was €1,44. Ik ben echt een organization freak. Alles wat met opbergen te maken heeft, dat wil ik gewoon hebben. Ik zag deze doos en dit is officieel een archiefdoos. Dus je kan je documenten erin bewaren. En ik vond de print zo ontzettend leuk. Bloemetjes, heel lief. Eigenlijk niet veel over te zeggen. Ik ga hier gewoon papier in bewaren. En deze doos was €1,99. Ik kon het niet laten. Ik heb maar liefst 3 notitieboekjes gehaald. Ze komen altijd van pas. Ik gebruik ze voor school of om te journalen. Om mijn gedachten en gevoelens op te schrijven. De eerste is deze met de tekst Dream Big, Work Hard. En hij is heel erg zacht en hij heeft een soort van
ribbelpatroontje. En dan hebben we deze twee met journal en happy erop. Ze zijn bekleed met fluweel. Super zacht. Niet te zacht, maar zeg maar precies goed zacht. Heel gek om dat te omschrijven van een notitieboek. Ze hebben echt een luxe uitstraling. Alle drie de notitieboekjes waren per stuk €1,99. Ik ben sowieso een grote snackliefhebber. Ik ben niet een hele grote snoepert of zo, maar ik hou er wel van om te snacken. Deze Milky Way Crispy Rolls, die neem ik eigenlijk bijna altijd als ik langs de Action ga. Ik vind ze zo ontzettend lekker. Ik heb hier zoveel zin in. Ik ben sowieso een grote Milky Way fan, maar oh, dit is zo lekker. Mmm. Nice. Moet ik ook kauwen. En de Milky Way rolls waren €1,79. We gaan nu naar de Smarties. Oh, lekker zoet allemaal. Deze Mermaid Edition Smarties waren €0,99. En hier gaan we natuurlijk ook even van proeven. Oeh, zijn geel en roze. Ja, ze smaken gewoon als Smarties. En dan hebben we unicorn. Het doet me een beetje denken aan die kinderrepen. Oeh, oh wat leuk. Maar dit is zo ontzettend schattig. Wat cute. Ja, het lijkt wel een beetje op dat kinder. Of op die koetjesrepen. Ja, ik kan het wel echt vergelijken met die kinderrepen. Dat witte substantie erin. Heel smeuig. Ja, mijn favoriet is sowieso die crispy rolls, want die ja, is wat crispier. De unicornrepen waren ook maar €0,99. Dat is niks. Net heb ik laten weten dat de Milky Way crispy rolls mijn favoriet zijn. Nu ben ik ook wel benieuwd wat jou lekker lijkt. Of wat jouw favoriet is als je ze alle drie al een keer hebt gegeten. Laat het hieronder weten in de comments. We hebben hier een heel schattig potje. Met een bloem erop. Maar je kan hier denk ik iets van sieraden in doen. Oorbelletjes. Misschien is dat wel leuk. Ringen. Wat mijn aandacht trok was het bloemetje. Ik ben helemaal into bloemen. Deze decoratiepot met bloem kostte €0,99. Dat is echt geen geld. Ik vind het echt cute. Ze hadden ook nog allemaal andere varianten met andere bloemetjes erop. Maar de roze vond ik het schattigst. Dan hebben we een cactus. Natuurlijk nep. Maar hij is wel heel erg leuk. Hij kan zo in mijn interieur thuis. Dit past er gewoon perfect bij. Ik ben heel slecht in het verzorgen van planten. Ik heb wel planten in huis. Ik heb 1 à 2 echte planten en een aantal cactussen. Want die kunnen heel lang zonder water overleven. De meeste planten die ik in huis heb zijn nep. Van die blijven gewoon voor altijd mooi. En deze cactus was €2,99. Dan hebben we 2 kaarsen. We hebben hier een kaars waarop staat Home Collection Soft Vanille. Nou, ik hou van vanille. Ja hoor. En ik vind het potje heel erg mooi. Heel erg chic ook. I like. Deze kostte €2,35. En dan hebben we nog een andere kaars. Die zou het in eerste instantie niet zo zeggen, want hij is prachtig. Dit is de kaars. Heel mooi. Nee, het is gewoon een normale kaars. Heeft niet echt een geur. Maar hij is een partijtje mooi. Heel chic. Nice, ik ben hier heel erg blij mee. Wat ik me wel afvraag, hoe haal je dat kaarsvet eruit als je hem helemaal op hebt gebrand? Hebben jullie daar een tip voor? Zo ja, laat het hieronder in de reacties weten. Deze was €4,99. Een stukje duurder dan de andere kaars, maar je hebt dan ook al wat. Dan hebben we een aantal beauty producten. Als allereerst. Waar ik een beetje over twijfelde. Nou ja, welke variant ik ervan wilde halen. We hebben de handcreme. En het ruikt als het goed is naar shea butter en aloe vera. Nou ja, dat zijn de ingrediënten die erin zitten. Ik ruik wel iets, maar het is heel zacht. Deze handcreme kostte €0,99. En ook goed om te weten is dat er 50 milliliter in zit. Dan hebben we een product wat best wel populair is op dit moment. Ik zag het al vaker in verschillende Action Shop vlogs voorbij komen. Namelijk deze Jade roller. En natuurlijk moest ik er ook een hebben. Oeh, hij is dan ook cool. Dan kan je hem over je gezicht heen masseren. Ja, ik denk dat dit heel fijn te gebruiken is als je net je dagcreme hebt aangebracht. En dan vervolgens over je gezicht heen gaat wrijven, masseren. Deze kostte €1,99. Dan hebben we ook nog een wimperkruller. Toevallig had ik nog een wimperkruller nodig. Deze is echt super schattig. Het heeft allemaal wolkjes op de verpakking. Het zit hem allemaal in de kleine details. €0,98. Nou, dat is een goede deal. Dan had ik nog een beauty blender nodig. En de Action had
zoveel aanbod. Echt, ik kon gewoon bijna niet kiezen. Maar ik heb uiteindelijk voor een blender gekozen die een soort van marble patroontje heeft. Dit is hem. Ik ben wel echt excited om deze te gaan gebruiken. Deze beauty blender kostte 89 cent. Een gezichtspoeder komt altijd van pas. Daarom heb ik ook een nieuwe ingeslagen. Ik vind de verpakking heel erg leuk. Heel stijlvol. Go Matte, de Ultimate Matte Collection. Klinkt heel interessant. En deze was 95 cent. Dit product geeft de huid een mooie matte look en vermindert glimmen. En dan hebben we hier 25 facial wipes. Normal to dry skin. Gezichtdoekjes, reinigingdoekjes zijn altijd fijn. Komen altijd wel van pas. Vaak gebruik ik zulke doekjes om mijn make-up eraf te halen. Of als ik me wil opfrissen. Nou, in dit geval fris ik mijn handen even op. Maar bijvoorbeeld tijdens een warme zomerse dag vind ik het fijn om dit bij de hand te hebben. Of naast mijn bed als ik te lui ben om mijn make-up eraf te halen in de badkamer of zo. En deze waren 79 cent. En dan heb je dus 25 stuks. Ik word hier spontaan gelukkig van. Ik heb washi tape. En ik heb twee verpakkingen gehaald. Ik kon wel het hele schap gaan halen, maar ik heb me ingehouden. We hebben deze. Met drie verschillende printjes. Ik weet niet precies wat op de middelste staat. En dan hebben we hier eentje met bucketlist erop. Heel erg handig. Hartjes en vakjes. Deze dingen zijn ideaal als je gaat bullet journalen of een planning maakt. Zelf ben ik op dit moment niet meer bezig met een bullet journal bijhouden. Maar ik vind het wel altijd leuk om in mijn agenda te plakken. Of voor andere dingen te gebruiken. Ja, washi tapes komen altijd wel van pas. En deze waren 79 cent per stuk. Dan hebben we hier een etuietje. Wat je ook als make-up tas kan gebruiken. Hij lag officieel bij de beauty afdeling. Ik denk dat ik hem ook als make-up tasje ga gebruiken. Maar dan mijn everyday make-up denk ik. Hij is toch redelijk ruim. Kan lekker veel in. Daar ben ik heel erg blij mee. Lekker neutraal. All black. Kan nooit iets mis mee zijn. En dit make-up tasje was 1,99. Dan hebben we hier twee kussenslopen. Oh, het is van 100% polyester. En de afmetingen zijn 45 bij 45. Ik heb sowieso standaard op mijn bed naast mijn hoofdkussens ook wat sierkussens. Ik vind het leuk om af en toe daarvan de hoesen te verwisselen. Dus ik dacht, nou dan komt dit wel mooi van pas. Per stuk waren deze kussenhoesen 2,49. Ik heb geen favoriete item. Ik vind alles echt mega leuk. En ik ben blij met mijn nieuwste aankoopjes. Nu ben ik ook benieuwd wat jouw favoriete item uit deze shoplog was. Laat dat vooral hieronder in de reacties achter. Doe vooral een duimpje omhoog. En vergeet niet op het YouTube kanaal van Action te abonneren. Op maandag en donderdag komen er nieuwe video's. En vergeet natuurlijk niet op mij te abonneren. En mij op Instagram te volgen. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Bedankt voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!